Het is vandaag maandag of dinsdag of woensdag, ik weet het niet meer zo goed. Ik ben de dagen een beetje kwijt. Wat ik nu deze tijd heel veel doe is door de stad wandelen. Ja, niks nieuws onder de zon. De eerste paar weken dat we binnen moesten zitten, ging ik heel goed. Ik had allemaal plannen en ideeën en ik had opgeruimd en alles rook naar chloor en alles lag op alfabet en op kleur gesorteerd. En daarna ging ik even in een mentale lockdown. Toen dacht ik, dit komt nooit meer goed. Waarheen, waarvoor? Maar nu gaat het weer goed. Kim van Zeebe, die gaat straks hier een filmpje opnemen. Die maakt hele grappige filmpjes als Natasja. De dronken lesbische Natasja. Hallo, ben jij lesbisch misschien? Vind je heel erg aantrekkelijk. Hallo, bent u misschien lesbisch? Nee. Nee, ga je al. Bent u misschien lesbisch? Hallo? Nergens lesbisch. Het idee is dat Natasja toch in de video gaat dansen bij het Homo-monument op Bevrijdingsdag. Uiteindelijk valt ze dronken van de steiger daar in het water. En dat gaan we vandaag opnemen. Sinds mijn moeder een elektrische fiets heeft, heeft ze altijd aanspraak van allemaal wildvreemde mensen. Had je lekker veel aanspraak met je nieuwe fiets? Ja, altijd. Zo geestig. Sinds jij die fiets hebt? Als ik op de pont sta, ga hij dat de twee mannen naar me toe komen. Van, is die fiets dan... Ook voor het eerst. Nooit. Heb je nooit? Hallo. Hallo filmster. Dit is dus het camera device waar we het mee doen. Wie doet eigenlijk de catering? Ik. Wie doet de regie? Ik. Wie doet de productie? Ik. Wie doet de actrice? Ik en Yvonne. Ik moet even mijn ogen zien, hè? Dat is leuk. Kak, kak, kak. Kan jij dat even omhoog zetten? Zo. Ja. Gewoon, ik ga gewoon al staan. Ze gaan toch weer. Ze gaan weer beginnen. Oh. Oh my god. Lesbie, wacht even. Zijn jullie lesbie? Gewoon leuk, zijn gewoon lesbie. Ik kan je vragen, ben je lesbie? Hey, welkom. Ben je lesbie? Ik ben lesbie, denk ik. Ziet er wel zo uit. Bij de tram werken vaak lesbie. Meiden, ik ben er! Yes. Gaan we hem nu echt doen? Ja, ik moet heel even nadenken wat er gebeurt. Ga weg, je hebt corona, dat is het idee. Ja. Ja. Nee, ik doe maar vanaf paniekmoment. Ja, is goed. Beter. Okay. Ja. Ik kijk wat er gebeurt, ja? Ja. Ja? Ja? Yo! Je moet actie zeggen, anders dan sorry. Ik dacht dat dit wat... Hij loopt. Anderhalve meter. Ah, nee! Kom maar hier! Ga weg! Ga me al uit! Ga! Ja, goed! Kom! Wat doe je? Je moet zwemmen! Je moet... Het was een one-taker. Het was een one-taker. Oh mijn god, ik heb het niet koud. Ik had net zo'n echt pijn. Kim, ik vind dat je het heel goed hebt gedaan. Je bent een one-take queen, Yvonne ook. En ik heb nog iets voor je. Voor mij? Oh yes! Oh wat mooi. Een kapje van. Leuk. Ik denk dat ik het al weet. Candle in the wind. Oh. Oh. Chantal kaars. Dankjewel. En bij het Home Monument. Komt er nooit tussen. Hi, my older bitch. Nou, de video met Kim is volgens mij heel leuk geworden. Je kan hem nu kijken op haar YouTube-kanaal. Ik ben nu bij de Tuinen van West. Want ik ging nog even doorfietsen. En daar zit ik met Sofian. En het is hier helemaal een soort van rustig, ecologisch, biologisch en geweldig. Ik was er nog nooit van mijn leven geweest. Maar wij moesten echt heel ver doorfietsen. Ik heb het idee dat ik nou in Haarlem zit. Schiphol-Oost. Schiphol-Oost. Kijk, dit is low calorie. Hoe is het met jouw quarantaine kilo's? Erg goed, je krijgt groeten. Ja. Nou, ik ga niet liegen. Bij mij zijn er sowieso een paar op bezoek geweest. Ik ben ook heel erg benieuwd hoe het met jullie quarantaine kilo's gaat.
Ik zal even een rondje lopen. Kan je dus gewoon hier verse eitjes vangen. Oh, kijk nou. Deze plek leent zich bij uitstek ook voor fotoshoots natuurlijk weer. Dus ik denk dat over 2 jaar dit helemaal bezaaid ligt met influencers en Instagrammers. Maar wij waren de eerste. Nou, het was weer een topdag. Lekker veel in de nature geweest. Dat is mijn tip. Ga lekker fietsen, ga lekker wandelen. Dan zie je nog eens wat. Dan zijn we uit. Vergeet niet te liken en te abonneren. Het is gratis. En ik vind het leuk.